Sony Computer Entertainment President of America, Steve Reyes, join me for a brief presentation. Hallo mensen, mijn naam is Demet Luigi en we zitten weer in deze stoel met deze microfoon. Eigenlijk een andere microfoon dan dat ik de originele video in deze zaken opnam. Maar een paar jaar geleden maakte ik een aantal video's over E3. Het ging niet zo goed met E3, zeker niet naar corona. E3 werd een paar keer gecanceld en sommige van deze video's waren goed. Een heleboel van deze video's waren wat minder goed. Maar deze saga van E3 die afsterft is al een tijdje bezig. En nu is er iets gebeurd pas geleden. Wat de laatste druppel lijkt te zijn die de emmer doet overlopen. Nou, E3 2023 is gecanceld. Dat gebeurde nadat E3 2022 was gecanceld. En 2021 had daadwerkelijk E3. Dat was een ding. 2020 werd gecanceld van natuurlijk coronavirus. En de laatste echte grote E3 die we hebben gehad, die zonder problemen verliep, was E3 2019. En de ISE, het bedrijf achter E3, dacht dus echt dat het dit jaar E3 weer door zou gaan. Ze hadden een lijst met developers die mee zouden doen. Alleen de laatste tijd steeds meer bedrijven begonnen te zeggen dat ze niet naar E3 gingen. Ten eerste natuurlijk Nintendo, Sony, Microsoft. Sony doet al jaren niet meer mee met E3. Volgens mij was het de laatste 2018 waar ze aan mee hebben gedaan. En dan natuurlijk Xbox heeft gezegd van oh, wij supporten E3 en we houden wel een show in de buurt van E3, maar we horen niet bij E3. Dus dat is een beetje raar. En Nintendo is gewoon weggegaan. Nintendo die dacht dat ze hier niks meer mee te maken hadden. Dus niet alleen de grote platformholders, de grote meat van de industrie hebben gezegd dat ze niet naar E3 gaan. Maar pas geleden kwam natuurlijk naar buiten dat Ubisoft niet meer naar E3 zou gaan. Dat hebben ze gedaan een maand nadat ze hadden gezegd in de eerste instantie dat ze wel gingen meedoen met E3 2023. Nou, nu geef ik niet zo heel erg veel om Ubisoft. Maar laten we eerlijk zijn, het is nog steeds een grote publisher. Dus dat is een belangrijk verlies voor E3. Nou natuurlijk, het event was gepland voor 13 tot 16 juni, maar pas geleden kwam E3 dus met het nieuws naar buiten, met een statement op Twitter. Reed Pub and the Entertainment Software Association have announced that both the digital and physical events for E3 2023 are cancelled. En dat is jammer, maar laten we eerlijk zijn, als Nintendo, Microsoft en zoveel andere grote platformholders of developers niet mee zouden doen, zou het dan nog wel waard zijn om E3 te kijken. Zo, om de afgelopen jaren heeft E3 een heleboel pech gehad. En niet alleen probeerden ze dus in 2019 allemaal dingen te veranderen aan de show, waardoor het gewoon niet meer leuk werd om er naartoe te gaan voor zowel fans van gaming als daadwerkelijke developers. Alleen COVID heeft ze echt hard aangepakt, man. Het feit dat door coronavirus ze niet meer het live event konden doen en dus E3 2022 moesten cancelen, dat heeft het balletje doen rollen. Want origineel met E3 was het hele ding, dit was eigenlijk een grote bijeenkomst voor bedrijven, voor publishers, voor mensen die met elkaar contact gingen leggen voor deals en toekomstige meetings en weet ik het wat. En in deze digital age, zeker na coronavirus, waarbij iedereen nu Teams kan gebruiken of iedereen elkaar nu digitaal kan bereiken, is een event waarbij alle bedrijven bij moeten komen om met elkaar te praten niet echt meer nodig. En een heleboel mensen zeggen nu dat E3 outdated is. En dat is zeker weten wel begrijpelijk. Ik bedoel, wat het origineel was en wat het vandaag de dag is, is heel erg verschillend. En het voelt niet alsof E3 goed mee is gegaan met de tijden. En het is jammer, want ik ben altijd een groot fan geweest van E3. Ik keek altijd de meeste van de shows. Ik vond het altijd heel erg fijn dat rond juni we gewoon één week hadden waarbij we konden genieten van gaming nieuws. En dat we dan allemaal shows zouden krijgen en presentaties. En dat we dan met bijvoorbeeld de hele Discord of met het hele kanaal live reacties konden doen en dingen van het nieuws konden bespreken. En dat gaat nu een heel stuk moeilijker omdat al deze bedrijven nu eigenlijk een beetje hun eigen ding gaan doen. En natuurlijk mijn favoriete man Jeff Keighley kwam meteen na deze
deze aankondiging naar buiten met... Oh, Summer Game Fest is niet gecanceld, jongens. Ik hou van E3, maar het is gewoon niet meer cool. Kijk, Summer Game Fest. Een duidelijke victory lap die hij hiervoor neemt. En het vreemde is, Summer Game Fest is ook niet fantastisch. Want het ding is, Jeff Keighley en Summer Game Fest doen alsof alles wat rond Summer Game Fest rond dezelfde tijd gebeurt, alsof dat erbij hoort. Terwijl dat overduidelijk niet zo is. En de kwaliteit van de shows die verschillen nog wel eens. En natuurlijk, het event is niet altijd geweldig geweest. Ik bedoel, technisch gezien zitten we nog steeds in fase 1 van de eerste Summer Game Fest. Want die is nooit officieel gestopt. En wat ik gewoon echt wil van Summer Game Fest is dat het gewoon ervoor zorgt dat alle bedrijven rond dezelfde tijd hun shows gaan doen. Zodat het makkelijk is voor ons om gewoon onze live reacties te maken en onze nieuws naar buiten te krijgen. Onze YouTube video's te maken. En dat was gewoon heel erg fijn altijd met E3. En vorig jaar ging dat best wel goed met Summer Game Fest. Toen hadden we bijvoorbeeld met onze hele Discord server de hele Summer Game Fest hype. En we hadden alle shows netjes bij elkaar verzameld. En we gingen met z'n allen reageren en het bekijken. Dat was leuk. En weet je, heel veel mensen zeggen dat dit echt de laatste genadeklap is tegen E3. En ik denk dat na iets van 3 keer dit event te moeten hebben gecanceld en niet eens het echt succesvol te hebben kunnen teruggebracht, denk ik niet echt dat dit heel veel beter gaat worden vanaf nu. Zo van, ik denk niet dat E3 echt voor altijd weg is. Ik denk dat ze altijd wel die branding zullen pakken, want de branding heeft nog steeds wat waarde. Die branding zullen pakken om het ooit nog een keertje terug te brengen, maar misschien dan op een net andere manier. Misschien dat ze zichzelf willen zelfdestructen om 2024 E3 terug te brengen. Maar ja, het lijkt er inderdaad op dat dit het is. En dat is jammer, want E3 heeft voor gaming in ieder geval een hele grote historische waarde. Ik hoop alleen nu dat dit de laatste keer is dat ik een video moet maken over hoe E3 afsterft. Want dit is nu al veel te vaak gebeurd. En elke keer maak een video en niet al die video's zijn goed. Sommige van die video's zijn niet goed geïnformeerd aan mijn kant. Maar ik hoop dat dit wel de laatste keer is. dat nu dit de laatste keer is dat we hierover hoeven te praten. In ieder geval mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan like, abonneer zou ook wel leuk zijn. Wat vinden jullie hiervan? Wat vinden jullie ervan dat E3 nu hopelijk definitief gewoon klaar is? Ik zeg hopelijk, want dan hoef ik er geen video's meer over te maken. Wat vinden jullie ervan dat Summer Game Fest nu eigenlijk een beetje een victory lap doet rondom het afsterven van E3? Vind je het jammer, vind je het niet jammer of boeit het je allemaal helemaal niks? Laat het me weten in de comments en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!